Hi iedereen, in onze afgelopen video, de weekvlog. Trouwens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Heel erg leuk om te lezen. Maar wat je daar ook kan zien is dat wij naar de Primark zijn geweest. En het was alweer een hele tijd geleden. En we hebben lekker geshopt, dus dat betekent weer een... shoplog! Yay! Voordat we verder gaan, vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Onze eerste aankoop zijn deze schoenen. En eigenlijk shoppen we niet heel vaak op de schoenenafdeling. Nee, eigenlijk dat is wel een dingetje. Maar deze keer zijn we echt goed geslaagd en we hebben gekozen voor deze leuke enkelhakjes. Ze hebben een hele brede en niet zo hele hoge hak. Dus dat is super makkelijk. Dat is echt ideaal voor als je zeg maar niet zo goed op hoge hakken kunt lopen. Zoals wij. We kunnen het wel. Maar we houden het gewoon niet zo lang vol. En deze zijn iets van 4 of 5 centimeter. Ja. Dus daarmee kan je wel echt een avondje stappen ook. En dat soort dingen. Ja, super makkelijk. Je hebt hier zeg maar gespjes om ze strakker te maken. Maar je hebt ook aan de achterkant gewoon één makkelijke rit. Zodat je heel makkelijk in en uit kan. En hier op de voorkant heb je dan een gouden stuts en een soort van pareltjes zitten. Maar alsnog vinden we deze hele stijl wel heel erg gewoon onszelf en redelijk stoer. Ja, en ze deden mij een beetje denken aan de bekende Valentino schoenen. Ja, precies. Toch? Maar dan een hele grote budgetversie. Want deze waren 22 euro. En die schoen had je dus in twee kleuren. In het zwart en in het zilver. Het is niet eigenlijk niet volledig zilver. Ja, een soort van donker metallic. Beetje gunmetal-achtig, ja. Maar dan de lichte versie. En ik vond ze gewoon super cool ook in deze kleur. En omdat ik gewoon af en toe op een sandaaltje met een hak wil lopen, dacht ik van ja, ik koop ze gewoon al twee. Want het komt altijd wel van pas. Ja, en ze stonden ook echt gewoon heel erg tof. Volgende item is dit superleuke topje. Hij heeft een beetje een peplum model hier aan de onderkant in twee laagjes. Dus hij loopt best wel een beetje uit, wat heel erg leuk is. En hij is helemaal wit en er zitten hele schattige sterretjes op. Ik vond deze gewoon echt... Superleuk. En aan de mouwtjes die kun je dan ook dicht knopen en dan heb je zo'n strikje eraan zitten. En deze is 13 euro. Ook nog even bij de zonnebrillen gekeken. En deze bril die deed ik eigenlijk voor de grap op. En het is een beetje een cat eye model. En normaal gesproken staan cat eye zonnebrillen me echt totaal niet. Ik weet niet waarom, maar het staat me gewoon niet. Maar deze dus weer wel, omdat mijn wenkbrauwen bovenuit komen. Het montuur is niet zo heftig. Ja, ik deed hem op en het stond echt meteen super vet. En dan... het montuur is ook doorzichtig, ja, transparant, wat heel tof met is. Met zilveren zijkantjes, dus ik dacht, oké, ik neem hem gewoon mee en hij kostte ook maar 4 euro. Van de home afdeling heb ik deze hangers en ik heb ze al in rose gold. En die vond ik super makkelijk, want je kan ze dus heel makkelijk ophangen of je kan heel makkelijk broek aan ophangen. Maar wat vooral heel fijn is, is dat er aan de voorkant een soort van extra haak zit, waardoor je ook nog een andere hanger eraan vast kan doen. En dat scheelt een beetje in ruimte. Deze waren oorspronkelijk 4 euro. Ze waren in de aanbieding. En volgens mij heb ik er nu 2 euro voor betaald. Voor dit setje. Dus ben ik echt super blij mee. Bij de make-up afdeling heb ik deze kwast meegenomen. Het is van PS Pro. En het is een blending brush. En die heeft allemaal van die hele haartjes die heel dicht bij elkaar zitten. Het lijkt een beetje op een tandenborstel. En ik heb er al een grotere versie van ooit bij de TK Maxx gehaald. En daarmee... als ik mijn foundation aanbreng, dan voelt het een beetje geairbrushed. En ik dacht, ik wil deze kleine ook graag hebben, want hiermee kan je shapen. Maar hiermee kan je waarschijnlijk ook heel mooi je concealer aanbrengen. Ja, en dus door Tara's enthousiasme dacht ik, nou, ik wil het ook een keertje proberen. En ik heb gekozen voor deze grotere. Oh ja. Dit is denk ik gewoon voor je foundation. Dit is de allergrootste. Dat is de allergrootste inderdaad. Ik heb nog nooit zo'n borstel geprobeerd. En deze was 5,50 euro. Ja, en de kleine is 3,50 euro. Op de beautyafdeling zagen we ook verschillende droogshampoos. En daarvan hebben we er 2 gekocht. Namelijk eentje voor extra volume en eentje speciaal voor brunettes. Dus als je donker haar hebt. En die hebben we al gereviewd op onze blog. Dus ben je benieuwd naar de droogshampoos van Primark? Ik ga dan even naar endlessweekend.nl. Want daar vind je het review. En verder vond ik ook deze. Dit zijn de Cosmetic Buds. Dus eigenlijk zijn het anders. Ja, eigenlijk zijn het soort van wattenstaafjes, maar dan net ietsje anders. Want aan de ene kant heb je een puntje en aan de onderkant is het wat breder dingetje. En ik vind deze heel erg fijn om bijvoorbeeld stukjes mascara van weg te halen die ik bijvoorbeeld per ongeluk erboven heb. Maar hiermee kan je ook gewoon oogschaduw onder je ogen aanbrengen. En deze zijn 1 euro. Een hele grote kans dat jullie nu echt denken, oh my god, Star, serieus? Want ik heb deze slippers meegenomen. Ik zag namelijk laatst iemand die ik ken, die had ze aan. En toen dacht ik meteen, oh my god, ik vind ze echt super cool. Want het lijken echt van die huisslippers met fur. Maar zij droeg ze gewoon buiten de deur. En ik weet het, ik weet zeker dat gewoon mensen me heel gek gaan aankijken. Maar ik zag dit al helemaal voor me onder een zwart broekje met een opgerold pijpje. Of een mom jeans, gewoon... ja, echt crazy, maar wel heel erg grappig. Ik ben nog niet zeker of ik het ga doen. Ja. Maar
Ze zijn wel heel erg leuk. Ja, ik vind ze echt heel erg leuk. En anders zijn ze ook gewoon heel erg lekker voor je in huis. Ze lopen ook echt heerlijk. En deze waren 7 euro. Volgende item hadden jullie misschien ook wel in onze weekvlog gezien. Want Tara zag dit tasje hangen. En dit is namelijk een small cool bag. Hij is heel compact op deze manier, want je kan hem ook helemaal opvouwen. En wat je doet is hem gewoon helemaal uitvouwen en dan... Dit is een heel ander soort tas! Dit is een ander soort tas! Heb je dat een keer ermee genomen? Huh? Oké, ik wil de rugtas! Oh, we hadden een eentje gezien, die was dubbel zo groot en die kon je op je rug dragen. Ja! En dit is blijkbaar de... Dat is een andere versie. Ja, maar ik wilde de rugtas! Er staat ook small cool bag. Ja, oh! Wist niet dat er 2 verschillende soorten waren? Oh jongens, nou kijk eventjes onze weekvlog terug, want daar laten we zien welke ik eigenlijk dus wilde. Het was een heel leuk rugtasje en die was ook groot, 2 keer zo groot denk ik. Ja, er konden best wel veel dingen in, echt flessen en zo. Ja. En die had ook deze toffe print, want de print is wel heel leuk. Ik had ook niet verwacht. Ik dacht dat er maar 1 soort tas hing. Ja, maar ik had ook niet door. Ze konden beide net zo klein opgevouwen worden. Ja. Dus. Maar goed, hij was wel heel erg chill. Want dan kan je 2 sixpacks meenemen. Of wat is het? 4. Ja, misschien net een wijn. Een grote fles wijn die je misschien schuin kon doen of zo. Ik weet niet. Of gewoon de flesjes drinken. Dus je kon er echt heel veel in kwijt. Dus die vond ik wel echt handiger dan deze. Maar deze is ook leuk. Maar ik ga hem denk ik even omwisselen. Dus ja, bij Primark kun je leuke cool tassen vinden. Maar kijk even welke je meeneemt. Hoeveel was deze? Oh, deze is 5 euro. Was die rugtas ook 5 euro? Geen idee. Nou ja, 5 euro voor deze in ieder geval. Ik heb nog flamingo lampjes meegenomen van de home afdeling. Deze zijn eigenlijk, deze wil ik cadeau geven aan een vriendin van mij. Ik denk niet dat ze kijkt, maar als je wel kijkt, nou ja, dan weet je waarschijnlijk wel dat het voor jou is. Want ze was laatst jarig en volgens mij, ik weet niet zeker, heeft ze tegen mij gezegd van oh, ik vind je flamingo lampjes zo leuk. Was mijn balkon maar zo gezellig. Dus toen dacht ik, nou, ik neem ze wel mee. En ja, ik vind ze echt helemaal leuk. En deze kostte maar 8 euro en ze hadden daar echt superveel lampjes. Ik zag ook dat ze ananaslampjes hadden van metaal, maar die kon ik niet vinden. Maar die waren heel erg cool. Heel cute. En dan gewoon allemaal leuke lampjes en dingetjes waarmee je balkon echt super awesome kunt maken. Of je slaapkamer of waar dan ook. Of je huiskamer, of je keuken, of je wc. Ja. Kast. Bij Primark hebben ze momenteel ook heel veel spijkerjasjes. Ik heb denk ik wel 5 verschillende soorten gezien. En ik heb er een paar aangepast en ik vond deze het allerleukst. En deze is, zoals je kan zien, helemaal distressed. Hij is ook ietsje langer als een normale spijkerjas. En de achterkant is vooral het allertofst, want die is gewoon helemaal open met scheuren. En ik vond deze gewoon echt heel erg leuk. Ik draag eigenlijk nooit spijkerjasjes, maar Tara heeft ook zo'n leuke die helemaal gescheurd is. En Serena heeft ook een wat langere met een klein beetje scheurtjes. En dat vind ik gewoon leuk staan. Ja. Dus ik dacht, ik ga het ook gewoon proberen. En deze nam ik mee voor 23 euro. Ook heb ik weer een paar sokken meegenomen, want deze zijn echt super fijn. Dit zijn de 5 Pairs Arch Support with Antibacterial Finish Shoe Liners. En dit zijn 5 paar voor 3 euro. En Larissa heeft nog iets meegenomen bij de kassa. Je weet hoe het altijd gaat. Ja. De verleiding is groot, maar dit is ook wel echt heel erg awesome. Dit is namelijk een rol inpakpapier met unicorns. En ja, dat is gewoon te gek. Het ziet er gewoon super leuk uit. Een soort van een beetje ombre, roze en paarse achtergrond. En dan met unicorns erop. En je krijgt... Regenboogjes, 6 meter krijg je 6 meter voor 1,50 euro. En ik vond 1,30 euro. Oh, 1,30 euro wow. Zelfs. Nou, ik vind dat er echt best wel veel op zit. Dus volgens mij is het wel een oké deal. Ik hoop niet dat het van het papier is dat meteen scheurt. Maar ja, elk cadeautje wordt vanaf nu gewoon magical. Dus dat is wel heel erg leuk. Nou, dit keer heb ik bij de Primark eigenlijk voornamelijk schoenen gescoord. En desondanks ben ik wel echt super blij met allemaal aankoopjes. Ik vind het echt allemaal... toppers. En ik hoopte eigenlijk ook nog voor kleding te slagen. Dat is helaas niet gelukt. Maar betekent niet dat er niet veel hangt. Het was echt heel veel leuks wel. Oh ja, en iedereen vroeg ook vanuit welke Primark jullie geweest. Wij zijn naar degene in Amsterdam geweest op de Dam. Dat is echt een heel mooi filiaal waar ze heel veel hebben. Ja, heel veel kledingstukken, heel veel trends. Dus ja. Ja, zeker een aanrader. En we hopen dat jullie het leuk vonden om te zien wat we deze keer geshopt hebben. Laat ons eventjes weten in de comments welk item jij het leukste vindt. Nou, vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je het niet al had gedaan. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.